Ayrton, welkom. Vertel eens, wie ben jij? Ik ben Ayrton Hensman, 17 jaar en ik kom uit Vlaams-Brabant, uit Betekom. Dat is 20 minuutjes van Leuven ongeveer. En ik heb me eigenlijk ingeschreven met het doel van dat cyberpesten van Holibi-gemeenschap, social media eigenlijk over de Holibi-gemeenschap, moet verbeteren. Dat het niet meer een taboe wordt, om het zo te zeggen. Maar dat iedereen zich zo vrij kan outen op internet ook, dat niemand er nog iets op tegen heeft. Heb je zelf al ervaring gehad met dat cyberpesten? Ja, daarmee dat ik het onderwerp ook zelf heb gekozen. Omdat ik dacht, er moet echt wel iets aan gedaan worden. En ik dacht, als ik bij de laatste 12 finalisten zou geraken en ik zou kunnen winnen, dat ik er echt wel iets aan kan doen. Ja. Heb jij naast vanaf nu campagne voeren dan voor de verkiezingen ook nog andere hobby's of dingen die je heel graag doet? Ik dans zelf 13 uur in een week. Ongeveer de stijlen modern, ballet en zo, jazz, al die stijlen meer. Ik geef zelf ook dansles. Voor de rest niet veel mee school dat ik nog doe. Dus. Oké, super. Ik heb nog een laatste leuk vraagje om het af te sluiten. Als jij kan kiezen tussen de oude K3 en de nieuwe K3, wie zou jij kiezen en waarom? Ik zou liever de oude K3 terug hebben, maar de nieuwe K3 is helemaal niet slecht hoor. Omdat ik er zelf mee ben opgegroeid en het is meer van mijn tijd, de oude K3. Het is heel hard aanpassen om de nieuwe K3 te horen. Dus liever de oude K3 voor mij. Oké, super. Dan delen wij dezelfde mening. Hartelijk bedankt en veel succes met je campagne. Dankjewel.